Sophie, goedemorgen. De Brabantse Pijl winnen vorige week. Was dat de mooiste revanche die je kon indekken na je zware valpartij een klein 2 jaar geleden? Goh, een revanche is het niet echt. Het is gewoon een enorme ontlading. Na alle pech die zowel ik als Bart hebben meegemaakt, heeft enorm veel deugd om daar te kunnen winnen. En het was gewoon heel veel emoties die loskwamen. En ook wel een beetje verdiende overwinning, denk ik, na een zware revalidatie toch. Die ik gehad heb. En het is wel deugd om het dan eens te kunnen afmaken na zoveel ereplaatsen. Ja. Hoe heb je dat thuis gevierd? Heel rustig eigenlijk. S'avonds had ik nog een persconferentie voor Belgische kampioenschappen die wij in Hergele gaan organiseren. Dus ik heb het eigenlijk vrij rustig gevierd en gewoon stil genieten. Dat doe ik eigenlijk nog het liefst. En denk na het luik hebben we even meer tijd om te ontspannen en dan ga ik wel een beetje meer genieten. Wat had Bart erover te zeggen? Hoe reageerde hij? Oh, hij was ook super content. Hij was ook aanwezig. Dus voor hem was het ook heel mooi. Hij is mijn coach ook. Dus hij volgt mij ook van heel dichtbij in mijn trainingen. Soms gaan we samen fietsen ook. Dus voor hem was het ook wel... Hij wist dat ik heel goed aan het rijden was. Maar het is heel moeilijk voor mij om het af te maken. Dus voor hem was het ook wel heel speciaal dat ik het dan toch een keer kon afmaken. Dus voor ons twee was het een mooie dag. Ja. Hoe is het met hem zelf? Vandaag zat hij ook aan de start, dus het is wel mooi dat hij terug kan koersen hier ook. Het is de eerste keer dat hij terug een koers rijdt in België na zijn revalidatie. Ik heb hem ook gezegd zoveel mogelijk genieten vandaag. Stap voor stap gaat het wel de goede richting uit, maar natuurlijk als je zo lang niet gekoerst hebt, meer dan een jaar eigenlijk uit geweest, dan mist hij nu op dit moment nog enkele percentages. Ik hoop dat hij snel terugkeert. Kan jij hem motiveren met jouw prestaties? Ja, zeker. We denken dat we sowieso elkaar altijd aanmoedigen. Dus soms doen we wel eens een wetenschap van we gaan voor de beste resultaten en de verliezer trakteert of zo. Dus het is wel leuk om elkaar op die manier aan te moedigen. Je hebt er een uitstekend voorjaar op zitten, met onder meer top 10 in de omloop in het Haagland, dwars door Vlaanderen. Voel je deze winter al dat je sterker was geworden? Oh, ik had een heel goede voorbereiding wel gehad. Eén keer een klein paar dagen ziek geweest. Maar ik denk gewoon dat ik sterker ben geworden. Vorig jaar ook al, na die revalidatie, voel ik mij gewoon mentaal bevrijd. Ik geniet nu van elke dag dat ik op de fiets zit. En het is gewoon leuk om aan de start te staan van een koers nu. En ik besef dat het snel kan voorbij zijn. Dus nu zoveel mogelijk genieten van elke koers. Is dit de sterkste Sophie de Vest ooit? Of hoe schat jij dat zelf in? Ik was vorig jaar ook al heel goed aan het rijden. Ik denk dat ik ook wel verschillende keer getoond heb. Maar nu... Van de puzzelstukjes misschien nog iets meer met elkaar. En ik heb ook die zege dan in de Brabantse Pijl. Valt ook altijd iets meer op een zege. En ik denk sowieso misschien wel dicht tegen mijn beste seizoen zit nu. Ik hoop dat die leiding nog kan doortrekken. Er komen nog heel veel mooie koersen aan. De zomer is ook altijd een van mijn sterkste maanden. Dus ik ben zeker nog niet verzadigd. We gaan volop tegenaan nog de komende maanden. Ja. Waar heb je dit voor een bijl aan te danken? Hard werken vooral. In de winter ook heel veel trainen. Ik denk ook in het verleden, de voorbije jaren, heb ik ook altijd heel veel getraind. Dan heb ik ook wel een stevige basis daardoor. Mijn uithoudingsvermogen is eigenlijk een van mijn sterkste punten. Ik kan heel lang aan hetzelfde tempo rijden. Dus ik denk dat die voorbije winters en voorbije jaren toch wel met die sterke vorm ook gegeven hebben. En nu de laatste maanden ook de puntjes op de i gezet, meer gericht trainen en meer explosiviteit ook. Het bevalt mij wel op die manier. Waar liggen de komende weken en maanden jouw focus? Sowieso Luik is nu nog een heel belangrijke koers voor mij. En dan nog naar Luxemburg. Sowieso dan een beetje wat rustiger aan en denk vanaf Morbihan, Plumelec. Dat zijn toch heel belangrijke koersen voor mij, met aankomst per hop. En Giro is toch ook een hoofddoel dit jaar nog. Samen met het WK. Ik denk dat toch twee mooie koersen zijn om naartoe te werken in het najaar. Oké, dank u wel. Graag gedaan.